Deze nog mooier aan te brengen, gebruik ik de polish brush. Deze polish brush gebruik ik met een roterende beweging op de huid voor een nog egaler effect. Nadat je er voor jou de beste foundation hebt uitgekozen, gebruik je een blusher. We kiezen voor de Lumiere Blush in Sweet Pink en Silk Rose. Silk Rose gebruik je tegen het jukbeenbod aan met een roterende beweging om meer kleur en vorm aan je gezicht te geven. En daarna gebruik je de lichte tint als highlight om je jukbeenbod meer naar buiten te laten komen. Om de ogen meer kleur en vorm te geven, gebruik ik een paars oogpotlood. Deze zet ik volledig rondom het oog en vervaag ik daarna met een penseel. Voor de ogen heb ik voor felle kleuren gekozen uit de Lumiere eyeshadowlijn. Ik heb gekozen aan de binnenkant voor de Magenta Mystique. Een hele mooie felroze tint. Op het bewegend ooglid de Blue Emerald en ik heb hem aan de buitenkant afgemaakt met de Luxurious Line. Voor de lippen kies ik voor een felroze lipstick met daaroverheen een felroze gloss. Wil je lipcontour nog strakker maken, gebruik dan daaronder je lipliner.